mensen op. En blijf jubelen, blijf jij ook, dames en heren, voor Valentino Rossi. Hier zit er ook net een van die ook voor ronde is gezet. Petrucci is de laatste man die nog in dezelfde ronde zit, als dat hij de keek niet over. Blijft op de motor, blijft zijn lijn daar houden. Komt er dan nog een actie van de Species Mission al direct in de Noordlus. We gaan dat meenemen. We hebben natuurlijk nog de GT in de slotfase. Maar voor die tijd hebben we natuurlijk al geschakeld naar de man met nummer 1 op de kuit. In navolging van de grote kampioenen Wayne Rainey en Nick Doohan. Nu dus Casey Stoner uit Australië. Repsol 1 en Repsol 2, want ook Pedrosa gaat het natuurlijk netjes afmaken. Geen nood aan de achterzijde. Nood van P3, dat gaan we dus met lijn erop opbrengen. En komt er view boven de asfalt. Dat gaat dood niet zo. Mensen die zitten daar veel te ver achter voor nog een laatste ultieme actie. Bij Edujena, bij allemaal van het Repsol Honda Racing Team. Hier is de winnaar. Stoner. Over de week. Hij wordt tweede. Over de 20 voor de Spanjaarden. En dan inderdaad Dovizioso. Wat een eindschot heeft deze Italiaan laten zien. Bijna 10 seconden. Op de vierde plaats. En dan Courageous Crutchlow. De vijfde plaats voor hem dus. De derde Yamaha-man. Achter het Honda geweld. En dan is het wachten op de dikkeheden. Binnen is ook Valentino Rossi. Toch nog in die laatste ronde. Ik had het niet gewoon te houden. Maar het kan, want hij kan het alles. Bij aan Jelle. Dertiende plaats. Niet van binnen met 16 minuten. Binnen is wachten op alsof het de warm-up lab is. Het is gedaan, hij weet het. Geen druk aan de achterzijde. Het wil niet meer. Komt die Prama doet het druk aan. Die maar stelt dat op de zevende plaats nog maar. Dan de winnaar van de CRT-klasse. Randy de voor Michel Piro. Dat scheelt nog niet eens zoveel om hier de start binnen te zijn. Dan is het zekere Mattia Passini over de finish. Tiende plaats voor hem. We wachten nog even op Ivan Silva en daarin Petrucci. Petrucci voorbij aan Silva in de slotfase. Petrucci 11, Silva, Rossi dus 13, Ellison. Einde MotoGP. En de winnaar is Casey Stoner, second Dani Pedrosa en Andrea Dovizioso is on the podium. He is third after a long, long third place for Ben Spies, but he was passed by Andrea Dovizioso. Carl Crutchlow, fifth, Nicky Hayden, sixth, Barbera, seventh, Depenier, eighth, Miro, ninth, Passini, tenth, Petrucci, 11th, Silva, 12th, Valentino Rossi, 13th, and James Ellison, 14th. Casey Stoner dus. Zij heeft in het minuut de dag in de avond van de Wingard. Daar is hij zeker in de voetsporen getreden. In de all-time ranking over de vervolgens op te vinden Casey Stoner. In de laatste sessie van de de ronde ook niet al veranderd. Dat is de oorzaak van het proces.
één verwarring op de starting grid. We stonden wel degelijk op die official starting grid die wij hier bij ons hebben. En laat u horen als ze langskomen. Deze grote kanonnen van de MotoGP. Daar komt hij hoor. Verdient toch wel een applaus. Die heeft het al. Hij is de publiekstrekker en lieveling. En hij is de nog steeds en altijd de best geziene gast op de paddock. En waar het publiek dus wordt, die grote vrouw altijd gehoord naar de Circus. Was hij dus 13e winnaar in deze stad. En de laatste afscheidsronde kunnen we ook zeggen natuurlijk voor Casey Stoner. Der nach dieser Saison seine Karriere als Rennfahrer beendet wird. Gewonnen hier aus Amsterdam mit Roland Schneider und Andrea wurde. Ted Cottrell fünfter und Valentino Rossi ist dann noch in der letzten Runde so an James Allison vorbeigefahren und ist als 13. geendet. Das war das Motto. Situatie in de tussenstand, dames en heren, waar ik ook in de training al even